Lieve mensen, welkom voor dit filmpje en waarin de hoofdpersoon Nico van Diemen is. Hij heeft een boek geschreven en dat heet Terug naar de Bron. Dat is net uitgekomen en dat, ik vind dat een heel bijzonder boek. We zullen zo gaan horen van Nico waar het over gaat. Nou, Nico, welkom. Ja. Graag gedaan. En misschien is het handig voor de kijker omdat je even iets over jezelf vertelt. Wat heb je gedaan vroeger? Oké, nou, dit boek handelt over natuurlijk de filosofie van Pythagoras. En hij heeft een soort filosofie bedacht waarin hij het leven, het bestaan, de wereld, de kosmos verklaart op basis van muzikale principes. Nou, ik ben van huis uit muzikus. Ik ben als kind, als vijfjarige begonnen met de muziek. Uiteindelijk op een conservatorium beland. En daar krijg je natuurlijk ook de muziektheorie gedoseerd. En krijg je te maken met Pythagoras, die de grondlegger was van de muziektheorie. En dat is vrij wetenschappelijke kennis. Dus dat gaat over boventoonreeksen, over intervallen, over kwintencirkels, over Pythagoreese komma's. Dat is allemaal heel wetenschappelijk. En zo kent iedere conservatoriumstudent Pythagoras. Maar wat ze niet weet, is dat hij in die filosofie, buiten die wetenschappelijke kant, ook een hele andere kant had. En die te maken had met zijn opleiding in Egypte. Waarin hij dus op een hele sensitieve manier communiceert met de wereld. Die volgens huidige wetenschappelijke maatstaven eigenlijk niet te verklaren is. Dus die man heeft twee kanten. En ik als muzikus ben als kind al begonnen met een accordeon, met een piano, heel al improviserend verder gekomen. Uiteindelijk toch klassiek piano gestudeerd, op het conservatorium in Alkmaar. En afgestudeerd, les gaan geven. Dus het werd ook mijn beroep, de muziek. En ik ben ook gaan componeren voor leerlingen, korte stukjes voor het onderwijs. En veel geïmproviseerd. Maar ik kwam op een gegeven moment in mijn gehoor. Ja, ik heb een soort harmonisch absoluut gehoor. Maar kwam ik in een soort verdieping terecht. Hoe je klank kan ervaren in relatie tot de wereld of het menselijk lichaam. En van daaruit heb ik therapeutische muziek ben ik gaan Ja, dat schrijven. Is die body music. Hè? Die ja. heb ik hier. Dat zijn twee cd's. Ja. En als het goed is, staan die ook op Spotify, hè? Ja, er zijn totaal 11 tracks, 11 body music, en die heb ik op Spotify gezet. Dus mensen, want ja, het is een soort circuit ontstaan van mensen die mij informatie willen van wat is dat voor muziek of wat ja. kan ik ermee. En dan kan ik gewoon verwijzen naar Spotify, dan leg ik wat uit of hoe je ermee omgaat. Maar het heeft vrij veel goede resultaten gehad bij mensen die ziek werden. En soms wel erg spectaculaire resultaten, omdat het ja, transachtige muziek is waarin je ja, je een soort energie kan mobiliseren waar je normaal niet zo snel bij komt, laat ik het zo maar zeggen. Maar de manier waarop ik op die klanken kwam, had te maken met de zintuigelijke ervaring van dat ik als het ware kon horen hoe een bepaald deel van het menselijk lichaam klinkt. Oh. En als je dat hoort, denk je, dat kan helemaal niet, dat vond ik zelf ook. Maar dat je kan zeggen, oh je nieren klinken zo, of je longen, oh die klinken ongeveer zo. En de muziek die ik daarbij doorkreeg, vond ik gewoon mooi. Ik dacht, nou, dat neem ik gewoon op. Alleen vond ik de manier waarop het, dus als een soort zintuigelijke registratie, vond ik merkwaardig. Je kan niet horen hoe je longen klinken. Het zijn mijn nuchtere geest. Maar dit is wel de manier waarop ik die klanken kreeg. En ik kwam bij Pythagoras terecht. Omdat Pythagoras zich baseert op de religie van het zonnewoord. En daar praat men over klanklicht, over een universele energiestroom die zich vertaalt als materie, als licht, als klank. En dus voor Pythagoras is eigenlijk wat je ziet is wat je hoort en wat je hoort is wat je ziet. Dus het is een transcendente manier van waarnemen die door de vormen heen gaat. Er zit dus als het ware een soort hogere bron. Daarom heet het boek ook Terug naar de Bron. Van waaruit jij de klank kan verklaren. Of van waaruit je de materie kan verklaren. Of de vormen.
En als je er, ik heb een keer een professor in de natuurkunde gesproken, die zei, ja, vanuit de klankprincipes kan je de vormen verklaren. Dat is natuurlijk een heel theoretisch verhaal, maar Pythagoras heeft dat gezien, gehoord, geproefd. Ja. En doordat ik zelf die ervaring kreeg van, hey, je kan dingen horen die je eigenlijk niet kan horen, dan ben je welkom bij de filosofie van Pythagoras. Want ja, die deed dat ook. Die zei, ja, ik kan de planeettonen horen. En zelfs zijn tijdgenoten zeiden, nou, ben je wel helemaal lekker. Maar bedoelde hij dan dat hij het werkelijk met zijn oren kon horen? Want je zei in het boek, dat vond ik ook heel interessant, dat de aarde resoneert op een bepaalde frequentie. En dat weten we. We weten ook van de Schumann-resonantie. Ja. Maar in jouw boek staat dat het een 100.000ste hertz is of zo. Ja, dat is een theoretische benadering die ik overgenomen heb uit een citaat van professor Berend. Ja. Daar kan ik weer allerlei vraagtekens bij zetten. Hoe het exact theoretisch zit. En kijk, je kan nu al ongeveer een frequentie van een planeet meten met moderne apparatuur. Of van Mars of van de maan. En er zijn, welke toon Pythagoras precies heeft aangewezen, weet ik niet eens zo uit mijn hoofd. Er zijn verschillende theoretische modellen. Ook van na Pythagoras nog, gebaseerd op Pythagoras. Waarin men zei, nou, die planeet heeft die toon en die heeft die toon. En dan kan je allemaal, Pythagoras zei in ieder geval, ik heb dat gehoord. Maar op zijn manier. Hmm. En hoe was dat? Geleerd via de Egyptenaren. En die hadden het over schouwen. Schouw in de oneindigheid van tijd en ruimte. En aan hoort het lied der sterren, de stem der getallen, de harmonie der sferen. Zoals zijn filosofie heet, letterlijk. Ja, prachtig. De harmonie der sferen. Ja. Maar dat heeft Pythagoras 500 jaar voor Christus bedacht. Maar dit citaat wat ik net noem, dat is veel ouder. Dus die term, de harmonie der sferen, was al bekend in de Egyptische mythologie. Ja, dus niet via je zintuigen waarnemen, maar schouwen, dus dat is alles. Verticale contact tussen ons en het al. En daarin schouw je. Dus, en wat wij dan nu het derde oog, of het derde oor, zoals het boek van professor Berend letterlijk heet, het derde oor. Mm. En Pythagoras zei, ja, jongens, jullie denken dat ik niet helemaal goed ben. Maar ik kijk in een realiteit, en ik zit niet ver weg in stand te kijken, nee. En dit is de realiteit die onder onze huidige vormen en tastbare schepping ligt als bron. De bronvorm, als ondergrond, ja. Energetische ondergrond. Die neem ik waar. En dat was ook het Egyptische verhaal. Wat Hermes Trismegistos, de mythologische godmens, zei. Ik aanschouw het licht wat voorafgaat aan de reële schepping. En nou is de link met een muzikus vrij makkelijk. Je kan zeggen, ja, ik heb inspiratie. Mm-hmm. Dat kan, heeft iedere muzikus. Of iedere schrijver die zegt, ik kreeg een idee. Van wie dan? Kan je als nuchtere toehoorders dan vragen. Je hoort nooit iemand zeggen, ik bedacht een idee. Nee, je krijgt een idee. Nee, maar van wie of wat dan? Maar dat is allemaal beeldspraak natuurlijk. Maar Renate Dorrestein, de Nederlandse schrijver, zei letterlijk, verhalen zweven kant en klaar door de kosmos en zoeken slechts een schrijver om verteld te worden. Dat is ook beeldspraak. Ja. Maar niet voor Pythagoras. Dat was een realiteit van, je wordt geïnspireerd en je krijgt dingen door van een hogere bron. En wij zitten nu, daarom vond ik het, dat vermeld ik ook in het boek, dat huidige wetenschappelijke observaties nu, ja, wat ik noem en als verwijs naar bijvoorbeeld Harold Burr, die Amerikaanse wetenschapper, die observaties doet van een ei van een kip. En dan ziet hij dus een lichtveld, registreert hij, van een volwassen kip om het ei. Ja. Nou, dat lijkt dus toch wel, en dan praat ik niet over abracadabra, gewoon wetenschap. Ja. Dat lijkt wel verdacht veel op de getuigenis van Hermes Trismegistos. Die zegt, ik zie het licht dat voorafgaat aan de reële schepping. Als je het boek Elektrisch Ecosysteem is doorneemt van Hans Funneman. Ja. Zijn allemaal wetenschappelijke observaties van de rol van elektriciteit in ons
onze wereld, onze aarde, ons universum, de contact met de zon, met de maan, dat is allemaal geregistreerd. En die heeft het op een gegeven moment, ja, hoe kan het nou toch dat de salamander, als je zijn staart er aftrekt, zo snel weer een nieuwe laat aangroeien? En dat hebben ze dus onderzocht in het lab. En het blijkt dus gewoon, een soort elektriciteitsveld om het beest te hangen, waar hij controle over heeft. En op een gegeven moment komt er een signaal, elektrisch signaal, en dan gaat die staart groeien. Ja, levensveld. Dus, ja, dus niks stamcellen. Ja. Ja. Dat is toch weer dan een bijna achterhaald idee. Ja. Het is een elektriciteitsveld. Het beest geeft een puls en ze hebben het bestudeerd. En ze konden er op een gegeven moment in het lab mee manipuleren zelfs. Weer met een soort vorm of zo. Die had ook pootjes. En dan kon ze een poot eraf trekken. Ja, het klinkt dus wel erg zielig. Maar hij liet gewoon weer een nieuwe groei. Uiteindelijk kon ze, geloof ik, zelfs zijn hoofd eraf snijden. Kreeg je een nieuw hoofd? Ja, bizar. En dan zegt ja. Dit gaat niet via stamcellen. Dit gaat via een elektriciteitsveld. Ja. En dan noemt hij ook letterlijk het woord blauwdruk. Het is de blauwdruk van ons leven, van ons lichaam, zit in een elektriciteitsveld, een lichtveld. Ja. Waarin dus om een zaadje, een volwassen plant zichtbaar is. Maar en voor jou dus ook een frequentie. Want jij... Ja, een lichtveld van elektriciteitsveld is een frequentie. Maar als de wetenschap zegt, dit kunnen wij nu observeren, en je vergelijkt dat met hoe de cultus van het zonnewoord in elkaar zit, die zeggen nou precies hetzelfde. Alleen dat kan je zeggen, ja, dat is religie en dat is fantasie, of dat is makkelijk weg te zetten. Maar die wereldbeschouwingen of realiteiten, die komen samen. Dus ik vind dus deze tijd zo interessant daarom. En daarom beschrijf ik in het boek, stip ik de momenten aan waarom dat bij elkaar komt. Ja. Die twee werelden. Ja, wat ik... Dat is voor ons. En ja. Dat verklaart voor mij hoe ik bij Pythagoras kwam vanuit intuïtieve waarneming. Waarvan ik dacht, nou, ben je wel helemaal lekker. Maar als je leest wat de wetenschap zegt, krijgt het grond. En dan krijgt het meer kracht. En kan je voor jezelf dit van toepassing verklaren. Dus ik heb op een gegeven moment ben ik ook echt... ging het niet helemaal goed. En heb ik via dit soort toevallig onbewust processen, heb ik mezelf heel snel weer kunnen genezen. En die chirurg, die mij niet heeft geopereerd, want dat was niet meer nodig, die zei, als je in trance kan raken, dan kan je heel snel genezen van hele enge ziektes. Wij weten dat het zo is, ja. We weten alleen niet hoe het werkt. Maar heb je dat door klank gedaan of door mentale... Nee, dat was gewoon... dit soort processen die ik beschrijf, alleen intuïtief in een soort, ik moet wat doen, maar het is spontaan allemaal gebeurd. En later erover denken, maar wat is er nu eigenlijk gebeurd? Kan je het in schema's zetten? Kan je erover nadenken, waardoor je het bewust kan gaan toepassen? En hoe zouden andere mensen dat kunnen doen? Nou, wat die chirurg zei, die zei, we weten dat als je trans kan raken, trans heeft met de geest te maken. En met een bepaalde status van de geest. Een bepaalde modus van de geest. Met dans kan je in trance raken. En dan voel je je vermoeidheid niet. Of je pijn voel je niet. Door een concentratie. Ja, of het is een veld waarin genezing kan optreden. Omdat het zo ijl is. Ja, hij zei, we weten alleen niet hoe het werkt. Maar het heeft in ieder geval met de geest te maken. Met een licht van de geest. Nou, ik heb erover nagedacht. En ik denk, nou... En waarschijnlijk kan jouw geest heel veel meer en ingrijpend dingen doen, maar dan moet hij wel operationeel worden. En hoe doe je dat? Door de energie van jouzelf te verhogen. Dus dat doen mensen dus bijvoorbeeld via muziek en dans. Nou ja, wat jij zei... En ik doe het door een body music te gebruiken, body music 11. Ja, maar dit vond ik verschrikkelijk interessant, want ik heb het idee dat je... Kijk, dat terug naar de bron, dat om jezelf te genezen, dat je dus ook terug moet naar de bron. Ja. Maar nou had jij hier in het boek, dat was heel bijzonder, over die octaven. En ja. Dat dus de aarde op een bepaalde toon vibreert. Ja. Maar kan je dat dus uitleggen? Want je had je ook nog iets met het menselijk DNA. Dat
Als je octaveert, dat je dan op de trek... Oh ja. Dat is... je hebt een grondtoon. En ja, Pythagoras zegt, alles is staat in harmonie met elkaar. Dus hij zegt, ik kan de planeettonen horen. En die lijken erg veel op de toonsafstanden, de onderlinge verhoudingen, zoals we die in onze toon laten zien. En dan had hij het over de consonanten. Dus de kwint, octaaf. Dus niet de seconde, de dissonant meer. Maar het klinkt allemaal heel harmonisch. Zoals hij dat in die, het derde oor of het derde oog, waarnam. En hij zei, en ik neem waar de structuur, de bron onder onze schepping. En die is in harmonie, wat ik hoor. Dat betekent waarschijnlijk dat alles in de kosmos zich op die harmonische manier verhoudt. Ook in onze driedimensionale realiteit. En wat professor Berend daarover DNA zegt, is dat DNA heeft een hele hoge frequentie natuurlijk. Net zoals de kleuren. Kleuren hebben ook een frequentie. Maar dat is natuurlijk enorm hoog. Maar als je die naar beneden gaat vertalen, steeds in octaven, er komt een hele hoge frequentie, komt langzaam maar zeker in het gebied van wat wij kunnen horen. En wij horen een bepaalde bandbreedte. Daarboven horen we niks. Een hond nog wel, of een vleermuis, maar wij niet. En onder ons kunnen we ook niks meer horen, maar een olifant nog wel, of een walvis. Dus wij zitten ongeveer hier. En Berend heeft gezegd, DNA zit heel ver weg, heel hoog. Maar als je maar in octaven, dan gaat de frequentie door midden. Dus ik kan ook wel je vraagtekens bij zitten, maar het gaat even om het idee. Dan kom je uit op een bepaalde hoorbare toon. En hij zegt, dat is ongeveer de G. En als je de frequentie van de aarde, die heel laag is, omhoog octaveert, kom je ook op een bepaalde toon. Dat is diezelfde G. Ja, bijzonder. Dus DNA, grondtoon, aarde, is volgens die benadering, staat in octaafverhouding. En dat is een heel sterke klankverhouding die elkaar in beweging zet. Dus identieke klanken zetten elkaar in beweging. Dus als ik, dat je vroeger wel eens met een TL-lamp, als je op een bepaalde... je toon, een bepaalde pianotoon indruk, gaat die TL-lamp mee resoneren. Dan hebben ze dezelfde frequentie aangeraakt. Ja. Dat is resonantie. Dus resonantie is het in beweging zetten van een toon door een beweging. Heb ik gitaar, ik sla hem aan. Maar dan moet ik hem aanslaan. Dat is energie. Maar als daar verderop nog een gitaar staat, dan gaat diezelfde snaar mee ook bewegen. En die sla ik niet aan. Ja. Maar ik sla deze aan. Hij maakt contact met diezelfde snaar. En die gaat ook meedoen. Ja. Maar ik raak die snaar niet aan. Dat is allemaal resonantie. Ja. En Pythagoras zei, dus is geluid in het hoorbare, muziektheorie, wetenschap, kan je controleren. Gaat geluid via, ik zet die snaar in beweging. Hij zet die andere snaar in beweging. Het geluid gaat tegen de wand. Het geluid komt in jouw trommelvlies. Zet de trommelvlies in beweging, dat is resonantie. Zet die trillhaartjes in beweging van het slakkenhuis, dat is resonantie. Wordt omgezet in een elektrische impuls, die gaat naar je hersens. Dus die energiestroom wordt getransformeerd tot een elektrische puls. Hij zegt, dit is in het klein zoals een geluidsbron werkt via resonantie. En onderweg een transformatorhuisje tegenkomt, waardoor het in elektriciteit verandert. Nou, hij zegt, en de hele kosmos zit zo in elkaar. Er is een grondtoon die beweegt, die zet al die boventoontjes in beweging. Die resoneert door de hele kosmos heen. Door hoeveel transformatorhuisjes gaat die energie? Nou, oneindig. Dus het manifesteert zich in allerlei vormen. Maar die grondtoon, zei Pythagoras, is het universum. En de manier waarop die klank zich formeert is volgens de mathematische verhoudingen in muziek. Nou, dan is kandidaat nummer 1 de boventoonreeks. En ja, dit is voor mij... ik moet dat nog maar een keertje lezen, hoor. Dat is theorie. Maar hij zei dus, zoals wat ik nu net zeg over gitaartoon, geluid, trommelvlies. Hij zegt, dit is het idee van het heelal. Ja. En degene die dat aanstuurt, die energiebron, dat was ik met die gitaar. Ja. Ik doe dat. Hij zegt, en in het heelal is dat de godheid. Ja. Hij was natuurlijk religieus. Nou, dat was een grote Ra, de zonnegod.
Dat vind ik heel interessant, want je hebt ook, het boek is ook nog heel grappig, want je hebt ook nog een gedeelte over het voetbal. En ja. wat de energie is achter een winnend elftal. En niet alleen dat voetbal, ik weet niet of je daar nog iets over wil zeggen? Heb je specifieke vragen? Of? Nee, niet over het voetbal, maar... Nou, ik ben op voetbal gekomen, omdat je praat dus over hele abstracte, ongrijpbare processen, waarneming, intuïtief. Maar ik ben het eigenlijk steeds meer geschreven. Wat zegt dat onverklaarbare, niet te begrijpen theoretische verhaal over de kosmos, waarvan je denkt, Pieter, kosmosbron, getallen, waar heeft die man het over? Maar het is nu als wetenschappelijk feit bewezen door NASA in 2001. De kosmos is dus een bron, een geluidsbron die boventonen aanstuurt, waardoor de ruimte gevormd wordt. Dat is een wetenschappelijk feit nu. Ja, en dat de is mens wat die kan filosoof daar... 2500 jaar geleden letterlijk gezegd heeft. Ja, maar de mens kan daar roet in het eten gooien. Dus dat beschrijf jij met die stadions die niet werken. Ja, ja. Je kan twee dingen doen. Dit is dus die energie die door de kosmos gaat. De force. Hè? Ja. Luke Skywalker. Ja, ja. Let the force be with you. Ja. Dan kan je twee dingen doen. Je kan die kracht, die energie, zo makkelijk mogelijk tot je laten komen. Want het is ook jouw levensenergie. Dus het is goed voor je gezondheid. Het is goed voor je hele functioneren. Het is goed voor je concentratie, voor je geestelijke status. Voor alles. Want alles is op die energie gebaseerd. Dat kan je doen. En dan adviseerde Pythagoras bijvoorbeeld, maak nou in je architectuur gebruik van verhoudingen die je tegenkomt in de muziektheorie. Want dan wordt die energie heel makkelijk doorgeleid, getransformeerd. Ja. En daar heb jij er het meeste profijt van. Net zoals dat een koperen draad elektriciteit geleidt. Veel makkelijker dan een plastic draadje. Dus je gaat gewoon koperen draadjes in je systeem zetten. Ja. En zeg, doe dat nou. Maar als je dat de verkeerde verhouding gaat gebruiken, hou die energie tegen. Ja, en dat is gebeurd in de arena. Hè? Dat is, Ajax was natuurlijk een zeer succesvol. Ik denk, hoe moet ik nou dit soort processen gaan uitleggen? Het is zo abstract. De wereld de set is waarschijnlijk. Omdat het hele leven zo in elkaar zit, manifesteert het zich ook in processen die iedereen, waar iedereen bekend mee is. En dat is bijvoorbeeld een voetbalspel. Want dat snapt iedereen. Ja, wat ik wel heel interessant vond. Je hebt het dan ook over al die oude Griekse namen. Het Ajax. Ajax is een Griekse held. Ja, en Heracles. En ja. Al die oude... Dan zit er toch een energie waardoor die clubs zo'n naam kiezen. Ja, dat heeft natuurlijk met onze historie te maken. Maar je zoekt nu krachtnamen, krachtplekken. Ja, nou ja, de arena, dat vond ik heel interessant. Ja, dus heilige plekken hadden wij van huis uit. De Adelaarshorst is een krachtnaam. Dat is een stadion van Go Ahead Eagles, geloof ik. Mm. Of, ja, zo wel, ja. De Kuip, water, levenskracht. Dus maar even, maar ja, ik heb een heel rijtje opgezet tot en met godennamen aan toe. De Messias of Messi, Maradona, de heilige vrouwen. Pelé is ook een godin. Ja. Dus je ziet dat hele abstracte veld van religieuze krachten, mystieke krachten, aardse krachten, zie je in die voetbalwereld terugkomen. Zichzelf vertaald uit voetbal. Ja, je hoeft er niks meer aan te doen. Kijk naar al die namen. Dan zie je het al gebeuren. Ja. Maar ook in wat bijvoorbeeld zei je over het oude Ajax-stadion. Hier huizen de goden en baren zijn godenzonen. Ja, wat een wappie gelul. Maar voor de Grieken was dat allemaal realiteit. Hè? Maar als je ziet hoe het oude Ajax-stadion existeerde als een levende grasmat, helemaal harmonisch ontstaan door de tijd heen, was het bijna een heilige plek. Ja. Een heilige plaats. En toen is men even de arena gebouwd. Dat was toen heel erg problematisch. En de arena is een vechttoneel. Is een vechttoneel, het is een heel andere klanknaam. Maar het gras was natuurlijk een puinhoop. Doordat het, er zit geen aarde onder, maar een parkeergarage. Dus dat groeit al niet lekker. Ja. En ze hebben daardoor al, geloof ik, 88 geblesseerden in 4 jaar gehad. Dat ging natuurlijk heel slecht.
Omdat ze eigenlijk... Energetisch is het dan energetisch gewoon... was het niks. Maar ook geen rekening houden met de verbinding met de aarde. Ja, dus Vitesse heeft het heel anders opgelost. Die heeft geleerd van Ajax. Dus die hebben ook een grasveld. En een overdekt stadion ook. Maar ze kunnen dat grasveld eronder vandaan schuiven. En door de week kan de regen erop vallen. Wat slim. Slim, hè? En dan kunnen, als het gaan voetbal wordt, schuift hij weer naar binnen. Maar dat was allemaal heel... Ja, Ajax heeft er, ze hebben op een gegeven moment zelfs gedacht, we moeten terug naar het Olympisch Stadion. We gaan naar het Olympisch Stadion, want er zijn van die ellende. Ja, de Olympus, dat is natuurlijk de heilige berg. Ook dat nog. Krachtplek. Ja, ja. En dus je ziet hoe het samen gaat, het aardse en het kosmische. Maar ze hebben het weten te redden door dus letterlijk een lichttherapie los te laten op het gras, met kunstlicht. Ja, ja. En daardoor de zon geïmiteerd. Kom je toch weer bij het zonnewoord terecht. Ja, ja, bijzonder. En dat heeft de club weer gered. Ja, nou waar ik ook nog eventjes over iets wil, over wil vragen is, dat vond ik zo mooi. Je hebt het dus ook over de politiek en over de Tweede Kamer. En dat je zegt, eigenlijk is het hart van de democratie een lege plek. Ja. Kan je dat uitleggen? Nou, Pythagoras zegt, ik zei ja, aan zijn studenten, we gaan vandaag... kijken wat de essentie van de kosmos is. En het is lekker donker. Kijk maar eens naar boven. En wat zien wij? Nou, die ster en die ster. En een oude planeten kun je het ook wel zien. Van dat is Saturnus en dat is Mars en de maan. En... ja. Hij zegt, jullie hebben de essentie gemist. Wat is nou de essentie van wat je ziet? Hij zegt, de essentie van wat je ziet is ruimte. Je ziet wel sterren, maar dat zijn allemaal hele kleine puntjes. Het grootste deel is ruimte, is niks. Het grootste deel van onze realiteit is ruimte. Dat is niet alleen in de kosmos, maar ook in deze huiskamer of waar je ook bent. Het grootste deel van deze ruimte is ruimte. Dus als jij... je noemt het ook een ruimte. Het is een ruimte. Ja. En er staan wel wat objecten in, maar het is minimaal. Dus hij zei, als jij je levenskracht op peil wil houden, moet je zorgen dat je gevoed wordt door het grootste deel der realiteit. En dat is ruimte. Dus zoals een Hollander zou zeggen, gezellig. Dat is een ruimtelijke beleving. Ja. Of de sfeer is goed. De energie was goed. Hoe was het feest? Nou, de herinnering is altijd een goede sfeer. Leuk. Ja. Niet van, nou, er stond een tafel, zeg. Zo'n bijzondere tafel. Nee, dat is geen ding. Dat is geen ding. Nee. Het gaat over ruimte. Het gaat over de sfeer, ja. Hij zegt, je moet dus ook waarnemen vanuit de ruimte. En dit gaat over zelforganisatie. Daar is dat ontstaan uit. Dus hoe moet je jezelf organiseren? Je hebt allerlei aspecten van jezelf. En ieder aspect, wat bedacht wordt door je brein of je spirit of hoe dan ook... heeft bestaansrecht en die observeer je. En jij bent een waarnemer. Net zoals je in de kwantummechanica, dat wist hij natuurlijk niet, maar ben je een waarnemer. En je neemt ook jezelf waar. Dus je neemt dat aspect, dat gedrag van jezelf waar. Of die manier van doen waar. Nou, en als je dat gezien hebt, dan ga je daar zo over nadenken. En dan kan je er wat voor jezelf mee doen. En dat was een zelforganisatie. Dat je jezelf als toeschouwer in een rol stapt en weer uit een rol stapt. Ja, en wat zie je dan in het midden? Want het mooiste was, ik denk van ja, want je beschreef dan gaan die politici die gaan naar die microfoon en dan mag je wat zeggen en dan ga je weer terug. Ja. Maar die ruimte in het midden, ja, is dat de bron? Of het goddelijke, of je... Want daar haal je je inspiratie. Of ik ervaar het zo, en volgens mij heb je daar eens aan bedoeld. Jouw bewustzijn, dat wat je bent, neemt waar. Dat is dus, als je niet blind bent, je oog. Of je niet doof bent, je oren. En je bewustzijn. En dat is een stuk, noem het spirit. Het ondefinieerbare bewustzijn. Dat neemt waar. Hij zegt, de essentie van wat je waar hebt, is vooral ruimte. Je neemt waar en je ziet allerlei aspecten van jezelf iets doen. Maar je kan bijvoorbeeld heel kwaad worden. Dat is een aspect van jezelf.
Maar dat verdwijnt ook wel een keer. Je kan niet 24 uur per dag kwaad worden. Dus daardoor blijf je niet in die woede hangen. Het is er en het gaat weer weg. En zo organiseerde hij het zelf. En mensen waren geïnteresseerd in die filosofie. Dus alle hoogwaardigheidsbekleders uit die tijd kwamen ook om dat te leren. En hebben dat idee toen ook op de organisatie van de maatschappij toegepast. Dus Rome. En mensen die zich daarin bekwaamden, via Pythagoras, werden door hen politica genoemd. Dat waren de politica. En die gingen op die manier ook een stadstaat aansturen. Dus je had verschillende stemmen die treden naar voren. Het bewustzijn kijkt. Het is eigenlijk de kamervoorzitter. Die neemt die stem waar. Die stem gaat weer weg. Er komt iemand anders, die neemt dit. En dan kunnen die twee het tegenstelde beweren. En dan zegt het zelf. Jij zelf zegt, nou, op dit moment geef ik de voorkeur aan dat wat die persoon of ding gezegd heeft. En ik neem die en die beslissing. Kan goed of fout zijn. Ja, maar dus, eigenlijk is die Kamervoorzitter dan, zou die de meest harmonische beslissing moeten nemen? Gezien de situatie, maar het is een beslissing. Dus ik noem maar, moet even praktisch maken. Bijvoorbeeld, je zit gezellig met een gezelschap, 's avonds laat nog ergens in een etablissement gezellig te praten. Je denkt zo gezellig, ik blijf nog een uur. Maar je had met jezelf afgesproken om de volgende ochtend om 7:30 op te staan om te gaan studeren voor een tentamen wat je over een week hebt. Wat doe je? Nou, zeg je, ga je naar die ene stem luisteren, zeg, ga nou naar huis, dan ga je op tijd slapen, ben je uitgerust, ga je morgen aan het werk, ga je studeren en dan ben je klaar. En dan hoef je niet te haasten in de week en dan kan je nog zussen en zo. Nou, die stem kan je toch volgen? Maar die andere stem zegt, maar het is hartstikke gezellig nu. En het zijn allemaal hele leuke mensen die je al heel lang niet gezien hebt. Blijf nou toch. Nou, dat is ook zo. Wat doet het zelf? Nou, zegt het zelf, weet je wat we doen? We nemen er nog één en dan zakken we voor het tentamen. Is dat harmonisch? Helemaal niet. Maar je hebt wel een beslissing genomen. Zoals in The Godfather gezegd werd, it's better to take a bad decision than no decision. Ja, dat is dus waar. Je weegt dingen af en je beslist en je gaat het pad op. En zonder schuldgevoelens, nee, maar wel met verantwoordelijkheidsgevoel, want jij hebt de beslissing genomen. Ja. En dat betekent niet dat je de hele dag in vrede bent, maar wel dat je operationeel bent. Ja, en uiteindelijk zou dus dat operationele zich steeds meer moeten richten naar jouw broncode. Ja. Dus, ja, omdat dat is wat je bent. Stem je af op de ruimte, op informatie, op inspiratie. Dat is dan ben je de verbinding met het al. Ja, dan is de ingang toch inspiratie. En als je dan op de hersenactiviteit dat nameet, volgens de principes van professor Scherder, kom je waarschijnlijk op een alfagolf uit, waarin je een soort meditatieve link heeft met het al. Ja. Maar je kan ook, dat is waarschijnlijk zoals wij bedoelen, wat wij zijn en wat, zoals wij ook bedoeld zijn, in contact met het al. En wat je ziet is eigenlijk, terwijl dit al 2.500 jaar geleden gezegd is, dat als je mensen daarvan afsluit, door technocratische controle. Hmm. Nee, jongens, tegen die huisarts zeg je, jij gaat niet communiceren met je patiënten. En nee, je gaat de staatjes invullen voor de zorgverzekering. Dat wil je helemaal niet. Ja. Daar wordt hij heel moe van. Want dan is hij niet in contact met zijn creatieve omgeving. En dan zie je dus dat die man of vrouw, of wie het ook is, afhaakt. Ja. Stop er gewoon mee. Ja. Je ziet dus dat mensen, als ze daarin gefrustreerd worden, afhaken. Ja. En als het extreem gebeurt, overspannen worden en slapeloos en ziek worden. Of als je DNA veranderd wordt door middel van een frequentie. Ook, dan ben je zelfs op lichamelijk niveau al bezig. Zeg, ik wou eigenlijk even afsluiten met, hoe zou jij je boek voor de lezer, als ik nou zeg van, nou, dit boek moet je kopen, dat vind ik zeker. Wat heb jij nog een laatste opmerking? Zo van, nou, wat vind je er zelf heel erg belangrijk aan? Nou, ik begin ook als muzikus en de filosofie van Pythagoras is gebaseerd op muzikale beginselen met een soort uitleg van hoe hij daarmee werkte. En dat is, ik merk wel voor niet-muzici die schrikken bij het woord mathematische verhoudingen in de muziek, resonantie, boventonen, dat begrijp ik ook niet. Maar ik geef in het boek voorbeelden wat het is. Het is heel goed uitgelegd. En in het verloop
blijven er steeds opnieuw voorbeelden komen die heel aanschouwelijk zijn tot en met ons voetbalwereld aan toe, die iedereen begrijpt. Ook zelfs de meest mystieke kanten ervan. Van, ja? Dat men zegt, ja, het hangt hier in de lucht. Ja, het hangt hier in de lucht. Wat hangt er dan in de lucht? Nee, het, de grote inspiratie. Dat wordt uitgelegd, stap voor stap. Dus schrik niet van een paar muzikale termen, want het wordt heel aards, iedere keer weer opnieuw. En wat het boek doet, is wat professor Schelder zegt over ga piano spelen of ga musiceren, want activeer je rechter hersenhelft. En dat is, en dan wordt die hersenen actief en dat wordt een soort kerstboom. Dat kan je allemaal zien op een scan. En dat is gezond. Ik denk, ja, of dat is ga creatief, zo. Ja, wees creatief. Dat is natuurlijk zo, maar dan moet je dus piano gaan spelen. En als je dat dan niet kan, wat dan? Ga je iets anders doen, dus, iets anders creatiefs. Dat brein, dat muzikale brein, dat zei ik ook op de lezing. De oermens had geen piano. Maar wat moet hij dan met dat muzikale brein? Nou, omdat de hele kosmos op diezelfde beginsel is gebaseerd, moet dat brein ingeschakeld en actief worden, want dat vindt dat brein fijn, daar is je voor bedoeld. Als je het boek leest, wordt dat aspect groter, terwijl je niet eens piano speelt. Het wordt getriggerd, wat gaat weer? Onmiddellijk als het wakker wordt, gaat het communiceren met je linker hersenhelft. Gaat ze pingpongen, gaat ze informatie uitwisselen. En dat voelt als een soort hersengymnastiek die prettig is. Ja. Want dat is namelijk wat je bent. Dat heb ik ervaren. Even voor de lezen. Ik had het boek gekregen van je en ik denk, nou leuk, gaat lezen. Dus ik lees en ik denk, wauw. Oh, en ik kon het niet meer. Ik heb het in één avond uitgelezen. Ja, ja. En dat is wat het doet. Je kan het niet neerleggen. Als je in die energie kan meegaan en niet schrik van, oh, ik ben muzikaal, oh, dat kan ik niet, weggebeten. Nee. Maar als je het, ik zou haast, ik moet toch eens die professor Scherder bellen. Ja. Ik ben ervan overtuigd, als je het boek gewoon als training, hè, dat je het 100 keer zou lezen. Dat je, ja, wie weet. Dan de inhoud, helemaal, dat je elke bladzijde kan voorspellen, maar dat je het 100 keer, dan denk ik dus dat die dwarsbalk tussen je twee hersenhelften dikker is geworden. En dat je het zelfs kan namen. Eigenlijk zou je dat meten. Ja, nou. Dat denk ik. Laten we het hierbij afsluiten. Ik wil je heel hartelijk bedanken. En ik wil ook graag even Caroline van Beekhof bedanken. Ja. Want die zit achter de knoppen en het beeld. Dank je wel. En nou jongens, ik ga allemaal het boek kopen.